Vraag 1. Ja, daar komt ie. Waarom was de opening van de zeesluis in de Muiden wereldwijd in het nieuws? Waarom was de opening van de zeesluis in de Muiden wereldwijd in het nieuws? Waarom was dat? Vandaag, vanavond dat laatste keer dat jij de pubquiz georganiseerd hebt, of tenminste doet, als quizmaster. Hoe lang heb je dat gedaan? Ik heb het 8 jaar lang gedaan. Met veel plezier, laat ik het zo zeggen. Maar er komt ook eens een keer een tijd om gewoon eens een keer te stoppen. Dus nou mag een ander het gewoon eens lekker doen. En zodoende kan ik dan lekker zelf ook een keer meedoen. Ze gaan je wel missen. Dat hoop ik misschien wel. Misschien ook niet, maar wie zal het zeggen. Ik heb in ieder geval plezier gehad. En ben je nog van plan het ooit nog eens een keer zoiets te gaan doen? Nou, ik heb wel gezegd natuurlijk tegen de crewbaas. Mocht je een keer iemand nodig hebben, dan ben ik altijd wel te bereiken om dat te doen. Je hebt een ontzettend mooi shirt aan. Wat staat erop? Ja, We'll Meet Again. Dus dat wordt altijd gezongen ook op de Amstel natuurlijk. Ja, en we komen elkaar natuurlijk altijd wel weer een keer tegen, sowieso hier in het café. En nogmaals, ik ga zelf ook een keer meedoen, dus dan zien we elkaar. Is er al een nieuwe opvolger voor je? Maar ik heb wel 2 namen gehoord, dus dat zou wel leuk zijn als er al sowieso ergens een opvolger is. Want het gaat wel gewoon door, hè, natuurlijk, hè? De pubquiz. Dus, De vragen maakte je die zelf? Ja, die maakte ik zelf. Ja, die haalde ik dan van internet. En op een gegeven moment ben je wel een beetje uitgekeken op internet. Dus dan wordt het steeds wel lastiger ook om dingen te zoeken. En je kan natuurlijk wel bij pubquizzen gaan kijken wat de vragen zijn. Maar je moet altijd wel een beetje ook verifiëren of het allemaal wel een beetje klopt. Dus, en vaak genoeg klopte het gelukkig wel. Dus, Nou, ik hoop je een keertje weer tegen te komen hier dan. Misschien als ik zelf met de pubquiz meedoe. En anders kom ik je ergens anders tegen. In de Kijker, denk ik. Dus goede reclame van de Kijker. Mooie shirtjes. Altijd goed gewerkt. Van welk team ben jij? Team Merlo. De vragen. Wat vind je van de vragen? Ja, leuk. Ja, ik ben zelf best wel jong, dus ik weet niet heel veel. Maar ik doe gewoon alsof en dan kom je er wel. Op welke plek staan jullie nu? Wat staan wij? Zesde. Maar jullie hebben nog een paar rondes te gaan, hè? Daarom. Dus deze ronde ging heel goed. Dus hopen dat we het inhalen. Vanavond bij Carillon natuurlijk de bekende pubquiz. Welk team zijn jullie? De Witte Koningen. U bent hier vaker? Wij komen hier vaker, ja. Het was alweer een pootje geleden, maar nu doen we weer mee. Gezellig. Ook wel eens wat gewonnen? Ook wel eens gewonnen, jazeker. Een paar keer eerste. Nu vanavond is het natuurlijk een speciale avond, want de quizmaster neemt afscheid. John, wat vindt u ervan? Heel erg jammer. Hij doet het hartstikke leuk. Hoe staan jullie er nu voor? We staan heel slecht. We staan op de 8e plaats, dacht ik. Maar de avond is nog niet afgelopen, hè? De avond is nog niet afgelopen, dus alles komt goed. Wat vindt u een van de leukste rondes hierin? De muziekronde. Daar zijn we heel erg goed in. Tenminste, tot nu toe. Ik wens u enorm veel succes. Dankjewel. Graag gedaan.